079. Neo Emanu, what? Je spie la copa. La copa. La copa. I'm Spino van 079. Yo, what up, El Materio 079. Rhyme D, a.k.a. Mortier 079. Manu. Neo. De 079 EP. Nog naamloos. En het Spie la copa project. Met Neo en Manu samen. Idee is eigenlijk zeg maar gewoon 079 verder. Ja, gewoon voortborduren op hetgeen wat men al kent van ons. Precies. Ja, zullen we de andere problemen of concepten aansnijden, weet je, maar het blijft wel in het verlengde van wat jullie van ons kennen. Jullie hebben de afgelopen periode op zich, wat ik al zei, best wel aardig wat opgetreden. Hebben jullie voor jezelf gevoel al een soort van ontwikkeling doorgemaakt? Dan het moment dat jullie je debuut hebben gedropt? Of? Jawel. Ja, tenminste, persoonlijk dan. Ik heb wel veel geleerd, maar ik leer ook wel dat je bezig moet blijven. Omdat je best wel snel alweer een terugval maakt, zeg maar, met live dingen. Dat je gewoon wel bezig moet blijven. Yo, dit zijn mijn instincten. Ik ben nog een kind, verbitterd en verminkt door de inkt die ik wou drinken. Ik stikte erin, slikte en stapte mijn schrift naar binnen. Verzin het, hitte, licht, flitsen en bliksem schichten. Ik heb het zwaard, ik zwaai maar ben mijn pen niet waard. Ik tref het kwaad, want wat ik haat heb ik zelf gemaakt. Verderf vergaat de aarde daadwerkelijk als ik praat. Is wie ontstaat uit mijn zaad, hij die mij onsterfelijk maakt. Ik kan me herinneren dat de Goddamout gebeuren. Dat is het jouw achtertocht of niet? Klopt. Ja, want daar hoor ik niet meer zo heel veel. Nee, dat klopt ook. het is een grote groep en we wonen her en der. Dus we moeten even met z'n allen rond de tafel zitten voordat we weer wat gaan ondernemen. Wat wel gaat gebeuren is een Rock of Fame album komt eraan. Ook onder de Goddamout label dan. En dat zou, ja, ik hoop, in juni wel gedropt worden. En de beat voor 079, ja, daar zijn wij alle drie verantwoordelijk voor. Oké. En dat blijft ook zo? We zullen ook al iets van derde willen bespitten. Maar voorlopig gewoon zijn eigen shit, zeg maar. Moet je best wel zoeken om te zwijgen, zet een naam neer. Daar wordt je ongeboren kind niet blij van. Je wordt er stijf van als Viagra. Elimineer duplicaties als het om plagiaat gaat. Innoveer op het ritme, ik manipuleer de maatstaf. Barricadeer je deurpost en isoleer je verblijfplaats. Wow. Ik grijp graag iets hoger, penetreer de kosmos. Rijm beats kapot, kom doper dan je soskop. Laat de kegel luiden, mensen zoeken de klok op. Ik ben ziek, vies, pervers en mentaal fucked up. Het was inderdaad gewoon een feest waar we allebei optraden. En we hebben daar gesproken met elkaar, we hebben elkaar shows gezien. En ik had nog nooit van hun gehoord. En zij misschien ook niet van ons, dat weet ik eigenlijk niet. Maar feit was wel dat ik het enorm interessant vond om het te zien. En dat was eigenlijk sinds een lange tijd weer dat ik dacht van hey, ik zie nu een interessante show op Nederlandstalig hip-hop gebied. En dan voornamelijk textueel inhoudelijk. En daar kik ik zelf natuurlijk gewoon op. Dus die link was er gewoon gelijk in principe, weet je. We konden gelijk aan elkaar relateren, zeg maar. Dat was gewoon heel erg belangrijk. En van daaruit zijn gewoon ideeën ontstaan. En weet je, gesproken met elkaar. En dan gaat die trein rollen op een gegeven moment. Ik breek domme rappers. En het stigma van domme rappers spreekt met de conditie die me onder controle wil hebben. Ze willen ons dom hebben. Waarom de fuck denk je dat ze ons constant aan hun onzin onderwerpen? Ondertussen kopen ze bommenwerpers en lachen ze om ons. Omdat we voor de popo en voor McDonald's rappen. Ik zeg je, ik heb scheid aan die fucking scene. Fuck ze, maar ik acht het mijn ziel waard om voor te vechten. En vandaar die Spie la copa is dus zeg maar, ja, de omgedraaide apocalypse, waarin we dus, ja, in die tracks dus zeg maar praten over een omgedraaide apocalypse. Dus alles keert terug. Het heeft enigszins een spirituele kant, maar het heeft ook wel degelijk een mentale kant, zeg maar, weet je. Het mentaal overleven in een wereld waar alles naar wijst dat het een van de laatste dagen is, weet je. En dat omdraaien, dat gegeven omdraaien is interessant. Het is nu gewoon volop in process. En je moet, op het moment dat je met elkaar. Kijk, als er een klik is wat duidelijk aanwezig was, dan ga je met elkaar samenwerken. En je gaat gewoon door fases heen. En je gaat elkaar beter aanvoelen. En dat ontwikkelt zich. En ik denk op het moment dat je daar ook heel erg
Zeker met de manier waarop wij onze muziek benaderen, als het een dwangmatige deadline dingen worden. Ja, het is een artistiek proces. Ik zit met mijn droogies in de boogie bar. We smoken doobies tussen hoolies in de pussy farts. Lellebellen en de toeters komen goed van pas. Millennium Bucks vertrapt onder de voet van Bas. Nou, Bas is mijn kameraad, want hij heeft net nog drank voor me gehaald. Een mix van poeha en wat groente nat. Tussen de standaard troela's en de avondklok zoek een Trojaanse paardensmoel, de koelte van de schaduw. Manu en ik hebben best wel lang in een soort van waan gezeten. Dat van, ja, zeker in het circuit, zeg maar, waar we toch gewoon een aantal jaartjes af en toe hier en daar een optredetje doen. Van, dat echt niemand eigenlijk op die manier de muziek benadert. En dan is het gewoon, dan is het heel fris. Juist dan is het heel fris om te zien hoe andere groepen op hetzelfde moment dezelfde ontwikkeling aan het doormaken zijn. Ik hoorde van hun toen live die track Galactische Stappen. En zeg maar, dat was voor mij echt zoiets van wow. Ik had echt nooit gedacht dat andere mensen ook op deze manier bezig zouden zijn in Nederlands taal. Omdat het gewoon heel gedurfd is en gewoon een eigen sound heeft. En dat is ook het leuke van wat Manu ook zei. Van we lijken aan de ene kant heel veel op elkaar. We hebben heel veel raakvlakken. Maar we hebben ook echt duidelijk onze eigen sound allebei. Zeg maar. Het is niet zo dat we hetzelfde doen. Dan zou het ook niet interessant zijn om samen te werken. Zeg maar, want dan wordt het alleen maar meer van hetzelfde. Het is juist... Het is juist die wisselwerking met uiteindelijk dezelfde gevoel, denk ik ook. Maar toch wel weer hele andere invalshoeken. Ja. En daarnaast zijn Neo en Manu ook gewoon aardige gasten. Ik had een leeg vel papieren, 24 kleurpotloden. Ik was 6 en het was alles wat ik nodig had op die regenachtige woensdagmiddag. Joost, we gaan zo eten, zei mijn moeder met een glimlach. 10 minuten later, Joost, we gaan echt niet langer wachten hoor. Als je nu niet naar beneden komt, eet papa je gehaktbal op. Dan stormde ik de trap af en liep mijn potloden achter. Tot ik weer van tafel mocht, ik at er zelfs mijn fla voor op. Nu zit er in mijn linkerhand een vork en in mijn rechterhand een pen. Een getekend vel papier en een grote blauwe vlek. Een paar lege flessen bieren, verder nog wat troep. Mijn moeder zou zeggen, jongen, wat ben je aan het doen? Dan zou ik zeggen, je moet durven dromen toch. Maar goed, af en toe mis ik mijn kleurpotloden nog. Want jaren vliegen voorbij en kleuren die vervagen. Maar ik ben blij dat mama die kleurplaten bewaarde, ja ja. We hebben gewoon vaak met elkaar gesproken. Ja, en daarin vertelt iedereen als het ware zijn invalshoek, zijn benadering. En dat verrijkt in principe dat gesprek. En dat verrijkt ook gewoon je eigen visie op het ding. Weet je, en dat is mooi, weet je. Het is niet zo dat wij gewoon... We zijn geen lagerhuis op het moment dat we bij elkaar komen. Weet je, dat we met elkaar enorme discussies gaan houden over de maatschappij. Hij lijkt wel op Paul Witteman, hoor. Maar... Weet je, zodra je gewoon je muziek kan maken en dat kan delen met mensen die dat ook op een dergelijke manier beleven, weet je, dan ben je gelukkig en dan heb je dus ook de top bereikt. Vaak hoor je mensen praten van, ja, weet je, jullie gaan wel echt de top bereiken, fuck dat. Weet je, op het moment als ik met deze gasten of alleen een track aan het schrijven ben of aan het maken ben of aan het spitten ben achter een microfoon, een track aan het opnemen ben, dan ben ik gelukkig, dan heb ik al voor mezelf die top behaald, weet je. En dat is waar veel mensen voorbij schieten. Ja. Ik bedoel, mensen hebben weer meningen over anderen en zo, maar ik probeer meestal gewoon mijn eigen mening gewoon voor me te houden, omdat het breekt mijn hoofd alleen maar als ik weer allemaal dingen moet gaan zeggen en denken over anderen, weet je. Ik heb druk genoeg met mijn eigen shit. Ja. Het is ook echt niet zo. Ik denk dat ik voor ons allen spreek dat we, zeg maar, een soort van pretentieuze van kijk ons is diepe spitten of kijk ons is fuck dat, zeg maar, weet je. Of kijk ons is slim zijn, weet je. Het maakt ons echt geen flikker uit wat andere mensen uiteindelijk ervan gaan vinden. En de intentie is om met elkaar, zeg maar, en klaar. Dat voelt goed, zeg maar. En dat loopt en dat werkt. En wat Manu ook al zei, van dat is de top, weet je. Dat is gewoon die... Ja, daar komt warmtevrije energie en inspiratie en... Camouflage dragen schaam de straat weer op. Verstopt in een hoodie zijn ze woozy van de paradox. Surrealisme legt daar booby traps in kroeggevechten. Alleen de losers bloeden als de drakenkop. Iedereen zoekt, maar niemand heeft het licht gevonden. In het pikken donker roepen alle moeders Jacob op. Maar in het donker kan ook Jacob zijn weg niet vinden. Om de zonne zwaait hij zijn zwaard naar alle mensenkinders. Hoe zit het met jullie solo-projecten als Neo en Manu zijn? Ja, goed. Nog steeds bezig. Het zijn, het zijn stuk voor stuk in principe vrij grote projecten. Dus daar zit gewoon veel, daar komt gewoon veel bij kijken, weet je. Daar gaat veel tijd in zitten.
En, maar ja, tegelijkertijd is dat gewoon immens om te doen, weet je, om je concepten gewoon op een dergelijke manier uit te denken dat het daadwerkelijk mensen ook eventueel zou kunnen verrijken die het eventueel gaan luisteren, weet je. Vertel eens over je bijzondere reis. Ja, mijn bijzondere reis. Ik ben voor werk ben ik een maand in Gambia geweest. We hebben daar zo met de stichting waar ik voor werk een leercentrum opgezet voor audio en video. En ik ben daar zeg maar een maand als audiodocent te werk gegaan. En ja, het was inderdaad erg bijzonder. Ik heb er zelf heel veel van geleerd, gewoon op menselijk vlak dan. En gewoon hoe het is om te leven zonder structuur in politiek, in infrastructuur en alles. Zeg maar het tegenovergestelde wat hier is eigenlijk. En ik ben vaak genoeg in Zuid-Amerika geweest en zulke soort landen. Maar ja, dit was nog gewoon stappen terug. Stappen terug gewoon. En ja, het heeft me gewoon wel goed gedaan. Mij dan, de mensen daar niet. Ja, zeg maar, nee? Doet het niet goed. Maar ja, dus ja, ik bedoel, als ik daar iets over wil zeggen, moet ik 4 uur blijven praten, weet je. Gewoon om het uit te leggen wat ik daar heb meegemaakt en wat ik voel daarbij. Te gaan. Als mijn alter ego mortier. Het is de bedoeling dat een comic wordt. Het is, het wordt ook uitgebeeld. Alles, zeg maar, elke track wordt zeg maar uitgebeeld. En ja, ik ben nu druk bezig met de conceptontwikkeling, het verhaal helemaal aan het uit te werken. En daarna benader ik de juiste mensen die ik er graag bij zou willen betrekken. En ja, dat komt eraan dus. Wat voor superkrachten heeft dat alter ego van jou? Mijn alter ego heeft verschillende superkrachten. Eén heeft te maken met water, omdat hij zijn moeder sterft in de zee. Ik word samen met mijn moeder van boord gegooid. En zij weet mij nog net te redden, maar zij redt het zelf niet. En ze weet zeg maar wat bijzondere, ze heeft wat bijzondere gaven en die geeft ze door aan mij, zeg maar. En van daaruit, hoe ouder ik word, ontwikkel ik ook meer gaven. En kom ik zeg maar weer in contact met mijn voorouders. En ja, daardoor leer ik steeds meer. En het gaat eigenlijk over de slavenhandel, zeg maar. We worden ook van boord gegooid van een slavenschip, maar het speelt zich allemaal 200-300 jaar in de toekomst af. Dus eigenlijk gebeurt alles weer opnieuw. Superschurken vermommen zich als rechter en blijven overdag vaak van de straten vandaan. Pas avonds laat als de forensen rustig slapen, verschijnen ze als gedaantes in een pak met een naam. Gigantische zwaarden, bevroren substanties. Ik wacht rustig af en maak me klaar voor de actie. Ik zet mijn masker op en dan neer op de straat en kijk toe hoe mijn teamgenoten de schurken verslaan. Met buitennatuurlijk gehoor speur ik de stad af, van Rokkeveen door Meerzicht zo terug naar het stadshart. Vergeet het niet, joh, deze stad is een dierentuin, dus elke stap die je zet kan de verkeerde zijn. Onlangs met Steen opgeroepen uit Utrecht. En 6 tracks gemaakt onder de naam Kadaver Rap. Dus een beetje een oppervlakkige kijk op de dood. Met met wel een bedoeling. Dus het is, als je goed luistert, heeft elke track wel. Sommige zijn wat komischer en komt eraan, weet je. Dus. Geen hoop, ik los het op met dromen. Zong voor de grond en ronden rotte doden. Verstoken, door geloof en honger omgekomen. Botten en sloten van bloed, wat blijft stoffelijk over? Is het de nacht die verlicht? Is de dag al in zicht? Is dit as van een kind dat weer begint te lachen?